Bij Anans willen we graag goede zorg geven aan hele kwetsbare ouderen, waarbij ze zich zoveel mogelijk thuis voelen. Dat doen we in gezamenlijkheid met het zorgteam, met behandelaren en met natuurlijk ook de mantelzorg. Bij dementie zie je dat er vaak gedragsverandering ontstaat. Dat is niet alleen ten gevolge van de dementie zelf, maar heeft vaak ook te maken met hoe iemand is geweest, wat het karakter is, wat iemand heeft meegemaakt, het levensverhaal. Maar ook de omgeving. En het vraagt een enorme aanpassingsvermogen van mensen om een dementerende heen om hiermee om te gaan. Want de dementerende zelf kan vaak niet meer het gedrag veranderen. Binnen Anans willen we graag die kwaliteit van leven zo groot mogelijk maken. Dat doen we door niet alleen maar te voorzien in de basisbehoeften, dus door mensen goed te verzorgen, eten en drinken aan te bieden. Maar ook juist bij dementie wil je graag dat er een structuur is, dat ze houvast hebben, veilig voelen. Dat er een soort van voorspelbaarheid is hoe de dag gaat verlopen. Als je dat belangrijk vindt bij dementerenden, maakt dat wel dat het gevoel geeft voor de bezoekregeling binnen Anans. Dus waar we naartoe willen is eigenlijk dat het bezoek, dus het kwaliteit van leven, dat dat een aansluiting is op andere activiteiten en dat dat meer naadloos in elkaar overgaat. Door de coronatijd hebben we natuurlijk kunnen ervaren hoe rustig het ook kan zijn in een huiskamer. En dat is een van de redenen waarom we de bezoekregeling hebben aangepast. Familieleden en mantelzorgers kunnen natuurlijk nog steeds gewoon terecht in onze gezamenlijke binnentuin. Elke afdeling heeft ook zijn eigen binnentuin. De grote zon hebben we een gezellige ruimte gecreëerd voor familieleden en mantelzorgers daar plaats kunnen nemen. En we hebben natuurlijk ook nog steeds de gasterij aan de overkant op Heuvel. Wij willen gewoon het beste voor bewoners samen met de familie en met de mantelzorgers, zodat het bezoek gewoon prettig verloopt met zo min mogelijk onrust.